En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heen. Want de lui die kunnen praten toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks meer zin als meer. Ja, dat samen zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil ik, is me toch een spul. De energieprijzen rijzen de pan uit. Is dit voor marktbezoekers in Elst reden om weer op hout te gaan stoken? Nee, ik niet. Nee. Alle twee niet. Maar zou je die nu aanschaffen in verband met de energie? Nee, ik niet meer. Nee. Ik zou waarom niet? Het is luchtvervuiling. Bekend al wel. En dat ook mensen daar last van hebben. Vanwege als mensen met longproblemen zitten, dan hebben zij daar last van. Dat is algemeen bekend. En ik vind het ook gewoon veel te veel romslomp te zorgen voor hout. Ja, ik denk er eigenlijk hetzelfde over. Nee. Ik had vanmorgen nog op tv gezien bij WNL, dat houtverkoop. Ja. En dan denk ik ook van eigenlijk kan het niet meer in deze tijd, vind ik. Dat nu gebeurt. Ja, het is wel gezellig. Want ik vind het heel gezellig als bij mensen en dan knappert zo'n lekker vuurtje. Maar ik zou het zelf helemaal niet meer over nadenken om dat aan te schaffen. Nou, die zijn erg hoog en die zullen vermoedelijk stijgen. Maar ja, wij komen uit Arnhem-Zuid. Hè? En wat betekent dat? Dat wij stadsverwarming hebben. Wij kunnen dus niet kiezen voor een andere leverancier. Ik trouw niet meer zo snel de verwarming aan. Ja, mijn opa nam dan wel zonnepanelen, dus dat scheelt er wel een hoop. En ja, het gas is ook heel duur volgens mij, of de energie, de stroom, ik weet niet precies, maar ik mag ook niet meer lang douchen. Ja, ik heb de verwarming laag gezet en ik kijk goed uit. Ik heb een extra trui aangetrokken, dus verder kan ik er niks meer aan doen. Ik ben er wel bewust van, s'avonds toch iets eerder de thermostaat omlaag, zeg maar. Iets eerder voordat we naar bed gaan natuurlijk. We verdelen gewoon de kosten en ieder jaar of iedere maand betalen we hetzelfde bedrag, zeg maar. Aan het eind van het jaar krijgen we dan nog een rekening erbij van wat we meer hebben betaald. We zitten in een huis van 8, dus we betalen wel redelijk wat aan de energiekosten. Ja. Nou, dan moet je toch maar iets lager zetten en iets warmers aandoen s'avonds. En de slof aan. Ouderwets. En vroeg naar bed. De kinderen de deuren goed dichthouden, niet open laten staan natuurlijk. Dus toch nadenken over alternatieven misschien. Misschien een keer aan zonnepanelen. Dus je bent er wel bewust mee bezig, ja. Wij hebben zelf weinig kunnen we eraan doen, omdat we gewoon een huisbaas hebben. Wij kunnen er zelf natuurlijk weinig in investeren als student. Maar het is wel uiteindelijk wel iets waar je op probeert te letten. Dus lampen uit, kachtje even wat lager, dat soort dingen. Toch iets bewuster de deuren dicht doen en eerder de ramen weer sluiten. En de kachel een tandje lager. En inderdaad een dikke trui aan of een pleetje. Ja. We moeten het groentefruit ook kopen. En vooral de telers, die hebben er heel veel last van. Ik zit in de bloemenhandel. Dus de bloemen die we krijgen, zeg maar, de kwekers, die moeten ook natuurlijk hogere gasprijzen. En dan willen ze natuurlijk toch ook weer vergoed zien. Dus dat zullen in de boodschap ook wel merken, ja. En die prijzen die gaan gewoon de pan uit reizen. Ja, ze verwachten 600 à 900 euro per jaar. Ja, dat is voor de consument niet goed, maar voor ondernemer ook niet. Het werkt natuurlijk door, hè. De consument gaat betalen. Ja, uiteindelijk wel. Ik vind het schandalig allemaal eigenlijk, hè, wat er allemaal gebeurt. Ja, maar dat is allemaal kabinetsbeleid, dus daar moet je in het Haagse voor zijn. Dus, ja. Aan de ene kant denk ik van, kijk uiteindelijk gasprijzen. Gas is niet heel handig met het klimaat en dat soort dingen. Dus ik zou wel zeggen, elektriciteit is wel the way to go. Maar inderdaad, nu met de gasprijzen die omhoog gaan en de transitie is het wel lastiger, denk ik. Dus ja, dat het omhoog gaat, begrijp ik. Maar het is wel pittig om zeg maar, zo snel om te schakelen. Ja, ik denk wel dat er iets moet gebeuren. Ja. Want als de gasprijzen zo enorm exploderen en de rekeningen worden hoger. Ook voor mij en voor de andere mensen. Dan geeft dat problemen, ja. Dus er zal iets moeten gebeuren, ja. Ik hoop dat ze daar toch wel over na gaan denken. Denk ik ook. Ook vanuit de overheid. Ja. Want er zit op gas en zo, wat ik er dan van weet, en uit de krant, dat daar best heel veel belastingen en alles op zitten. Ja, dan moeten ze daar ook maar, ze kunnen overal geld aan uitgeven, dus dan moeten ze daar de mensen ook maar in tegemoet komen.